En ik wil het vanavond met je hebben over levenskunst. Over de kunst van leven. Over bewust zijn. Mooie lieve mensen hier in Carré, een hele goede avond. Welkom. Veel mensen zijn bang voor de stilte. Want in de stilte hoor je alles. In de stilte weer klinkt de echo van alle gedachten die rondgalmen in je hoofd. En daarom is het goed om af en toe even een momentje te nemen. Een momentje voor jezelf om de rust te vinden in jezelf. Een momentje rust in je hoofd. In ons dagelijks leven gebeuren er dingen. Wij hebben niet altijd rust in ons hoofd. Er gebeuren dingen die ons onrust kunnen geven. Die ons stress kunnen geven. Waar we angst van kunnen krijgen. Soms paniekaanvallen. Wij zijn heel vaak bezig met de buitenwereld. De wereld om ons heen. Bijna iedereen heeft dat. Op het moment dat je in staat bent om je niet meer druk te maken over wat anderen van jou vinden, ben je vrij. Rust in je hoofd. Een momentje voor jezelf. Want daar ben je voor gekomen vanavond. Adem langzaam, rustig in en uit. En probeer die rust in jezelf te voelen. Nou kan ik me voorstellen in ons drukke leven dat er heel veel mensen zijn die zeggen, ja, daar heb ik helemaal geen tijd voor. 5 minuten ademhalen en meditatie. Ik heb gewoon stress, 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 stress. Ik heb altijd stress en daar wil ik snel vanaf. Vechten tegen de werkelijkheid is een wedstrijd die je nooit gaat winnen. Je gaat je druk maken over dingen die totaal zinloos zijn. Op een dag is er geen tijd meer om al die dingen te doen waar je altijd van droomde. Om die woordjes te zeggen die je nog had willen uitspreken. Dus wacht niet. Geniet van je tijd hier. Leef in het licht van je eigen leven. Leef vanuit vertrouwen. Leef vanuit liefde. Maar leef vooral jouw mooiste leven.